Goedemorgen, goedemorgen Charlie, goedemorgen Hans. Het is vandaag een hele speciale dag, want jij bent 25 geworden. Hip hip. Hip hip hoera. En hoe voelt dat Hans? Je kan niet beschrijven wat er doorheen gaat. Nee? Nee, echt niet. Ik kan mijn ouders bedanken, zonder hen had ik er niks doen. Cool! Verjaardag, is dat stom? Ik heb dat nog nooit gehad. Nee, het is super lief. Vorig jaar altijd. Dus, ik ben bijna jarig, echt 4 weken van tevoren. Ja, maar ik ben er dit jaar gewoon helemaal niet mee bezig. Ik dacht ook in één keer, wow, we zijn alweer jarig. Helemaal niet mee bezig en volgend jaar wil ik het wel echt vieren. Maar dit jaar, nee. Ja, groot feest, jullie zijn allemaal uitgenodigd. Bij deze. Maar ik ben ook heel blij weer als mijn verjaardag voorbij is of jouw verjaardag weer voorbij is. Komt helemaal op aan de rust. Hè? Ja. Nou, maar vandaag gaan we feest vieren. Want Hans is jarig. Ja! En nu gaan we ontbijten met Gut. Het is Gut, ja, dit is zo lekker. Hans heeft dit nog nooit op. Dus ik heb het gekocht voor hem, want hij eet heel vaak havermout. En dit is echt zo lekker. En ze waren toevallig nu afgeprijsd. Dus score! Hans wilde absoluut geen slingers en ballonnen. Nou, dan krijg je het ook hoor. Moet je maar niet zo'n partypoeper zijn. Hij is nu naar mijn oma toe, want mijn oma die kan hier de trap niet op. Dus hij is er nu heen. En ondertussen ga ik dus nu even snel de kamer versieren. Ik wilde het eigenlijk gisteravond doen, maar ik was ook echt zo moe. Het was zo laat gisteravond. Dus ik ga nu heel snel dit allemaal doen. Oh, dit gaat mis. En dan wil ik eigenlijk ook nog zijn cadeautjes inpakken. Oh, veel. Wat? Nou, wat is dit? Nou, wat is er met deze ballon, man? Wow. Wow, dit was echt een super straffe ballon. Oké, deze ballon doe ik niet meer. Oh man, ik voel echt dat ik te weinig zuurstof in mijn hoofd heb. Nog een keer. Ik ben er wel echt niet zo slecht in mijn ballon opblazen. Dit ging ook gewoon goed hoor. It's your birthday! It's your birthday! Oké. Okay. Oh. Het cadeautje is heel erg klein. Ja. Maar ik hoop dat je er blij mee bent. Wacht, ik moet heel vanochtend één keer checken. Het is een briefje van 500. Wacht. Ik ben even een beetje bang. Ik heb het verkeerde. Nee. Het is een briefje van 500. Nee. Het is heel klein. Oké, luister. Het is heel klein. Maar ik hoop dat je er blij mee bent. En dat je gewoon de waarde in ziet van kleine dingetjes. Dit is jouw cadeautje. Ik kon het niet. Heel wachten voordat je het openmaakt. Ik kon het niet meer op tijd bestellen wat je wilde. En daarom een soort van te goed bon. Lees voor. Sorry, ik ben niet heel slecht. Ga voor de tv staan en doe 1 grote stap naar achteren. Voor de tv staan, dan een grote stap naar achteren. Moet ik iets zien? Dit is geen grote stap, man. Je bent hartstikke lang. Oh, sorry. En dan moet je nu zoeken naar je volgende aanwijzing. Wat heeft tanden maar bijt niet? Charlie. Ja, of is dat niet wat je bedoelt? Wat heeft tanden maar bijt niet? Moet jij dan? Ik heb altijd antwoorden en ik maak nooit een fout.
Het is een beetje jouw quote hoor. Over iets. Over iets. Een anagram ligt nooit. De plaats van volgende locatie. Shit, Jort gewoon in. Hogerij. Daar. Wow. Ja, even goed te doen. Ik hou je niet meer voor de gek. Je cadeautje ligt op de volgende plek. Ja. Deze plek is niet van jou of mij, maar we hebben echt nog graag bij Charlie. Charlie? Niet van jou of mij, maar we hebben nog graag bij. Of is iets waarvan we doen dat het... Het kan ook beneden zijn, want we doen dat het beneden is. Wat cool. Maar eerst kijk wat het is. Nee, dat nog niet. Het is een schroevendraaierset van echt een heel goed merk. En ik heb alleen maar extra schroevendraaiers. Dit zijn echt hele goede schroevendraaiers. Ben je blij mee? Maar dit is niet wat je het liefste wilde, hè? Je allerliefste cadeau ligt op jouw favoriete plek. Een tam. Nee, het is niet bed. Ik lig altijd hier. Ja, maar mijn favoriete. En jouw favoriete plek is naast. Sifra. Ja, zie. Hé, ik heb het al aangeraakt. Hoe kan dat? Kun je naar zijn bed? Oh! Oh! Oh, en een pyjama boek. Ik dacht een ander bandje voor je horloge. Ja. Oh! Echt iedereen weet wat een kut cadeau krijg jij. Dit is zo vet. Maar dit is wel denk ik wat ik het liefst wil hebben, denk ik. Ja? Dat denk ik wel, ja. Veel mannen willen gereedschap voor een verjaardag, denk ik. Oh ja, is dat normaal? Denk ik wel. Het is eigenlijk gewoon een combinatietang, maar dan speciaal voor Elektra. Dus je kan er draden mee strippen en knijpen en af en alles. Maar dit is ook hetzelfde als met die schroevendraaiers. Dit is van zo'n goed merk. Mensen zeggen echt, dit gaat de rest van je leven mee. Ik ben hier zo blij mee. Dank je, schatje. Dank je. Oh, echt super irritant. De stroom valt constant uit en we weten niet zo goed wat er aan de hand is. Echt in heel het huis. Dus de aardlekschakelaar gaat echt naar beneden. En dat betekent dat er dus ergens stroom lekt, maar we weten niet zo goed waar. Echt heel shit. Dan zat mijn taart zat in de koelkast. En die is... Oh, kijk dit dan. Sorry, ik onderbreek. Oh, ik vind het wel heerlijk. Je mag daar gewoon blijven liggen hoor, als je dat wil. En mijn taart zat in de koelkast. En die kan niet zo lang zonder stroom. Ik hoop dat we het heel snel vinden, want we hebben hem al een paar keer aangezet. En dan gaat weer de stroom uit. Mie. Kom je toch? Kom maar hoor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ja, jij moet het hele koor in je eentje dragen nu hoor. Happy birthday. Kom maar jongens. In de ballonnet. Happy birthday. Oké, blazen. Ja, maar je mag niet de vlaggen in de fik steken. Ja, ja. Oké. Het zijn geen 25 kaarsjes, maar... Wow! Ja! Dat ging best goed. Ja. Zo dat je de confetti echt afblazen. Ja. Afblies. Ah, jongen. Ik vind hem wel echt heel leuk. Ja, gaat het lukken? Het is niet mijn beste taart, dat zeg ik even bij deze. Ik vind hem wel van binnen er heel mooi uitzien. De bedoeling was heel anders, maar ik had niet genoeg sprinkles en confetti. Dus ik heb, maar op de duur heb ik hem gewoon, ik had vanochtend heel veel haast. Ik heb hem gewoon afgesmeerd, confetti erop gegooid en klaar. Ja, nu? Nou, je eet, hij is wel echt heel lekker. Pas op je vingers, bij het mes, schatje. Ja. Wauw, kijk dan. Het ziet er wel heel leuk uit. Heel lekker. Hallo, iemand heeft de zomer in zijn bol. Shit, man. Het is echt heel lekker. Wow. Het is echt warm genoeg. Dat is lekker. Oh, het is het al heerlijk in de zon. Echt
heerlijk. Echt heel lekker. Hans heeft naar de bel gelopen om bezoek binnen te laten. Ik denk dat we zo binnen gaan zitten, maar ik geniet nog heel even een paar seconden. En van alle rust voordat de storm komt. Oké, 5 minuten geleden was het nog heel erg rustig bij ons. En nu is het echt helemaal, de woonkamer zit vol met kinderen. Allemaal neefjes en nichtjes, allemaal heel erg gezellig. En broers en zo van schoonzussen van Hans en ook van mij, dus nu zwagers. En nu loop ik even naar de bakker, want mijn schoonzus die moet glutenvrij eten. Dus ik ga even snel bij de bakker nog een glutenvrij gebakje halen. Want ik wist niet als ze kwam. Maar ik vind eigenlijk stiekem wel even lekker. Even lekker nog in alle rust buiten zijn en zo. Even geen kinderen om me heen. Oké, we rijden net, we zeggen net doe je tegen familie die nog niet meer op de achtergrond zit. Oh ja, daar zie je ze op de achtergrond. Het was echt zo vermoeiend. De helft van twee? Ja, sorry, we hebben echt bijna niet gevlogen. Of tenminste, ik heb niet gevlogen, jij volgens mij ook niet. Nee. Het is nu 7:45 en over een kwartiertje of zo, of over een half uur, komt er alweer komt mijn familie. Een groot deel van Hans' familie is eigenlijk nu vanmiddag geweest. Dat was echt kiele. Ik zag echt heel erg een lantaarnpaal dichtbij komen. Maar we hebben heel de middag allemaal kleinkinderen gehad en zo. En broers en schoonzussen van Hans. Het was heel gezellig. En we rijden nu net weg, want we zijn even in de snackbar gaan eten. Want we hebben niet een heel groot huis voor zoveel kinderen. Dus het was heel erg druk en heel veel mensen werden heel gek. Want ik zei ook nog, ze hebben friet bakken of zo. Nee, laten we alsjeblieft naar de snackbar gaan. Dus we zijn even bij de snackbar gaan eten en zo. En nu... super koud. Ik heb nog steeds geen taart op, Hans. Wat is dat nou? Je hebt vanmiddag voor iedereen taart gesneden. Ja, ik zal je weten wat je spunt. Hey, was je zo overstrest? Hij werd helemaal bang. Ik vond het heel grappig. Ik dacht meer uit het perspectief van kinderen. Dacht ik eigenlijk altijd dat kinderen aan de hond moeten wennen. Maar de hond moet ook echt aan, hij was zo aan de kinderen wennen. Ja. Maar die kwam ook met z'n vieren gelijk. Charlie, hop, rennen erachteraan. Ja, maar ook nee, maar hij was überhaupt ook met een koekje of zo. Hij vond het heel eng. Ik wist helemaal niet. Ja, ik heb er nooit over nagedacht. Nee. Het is heel logisch dat hij er eigenlijk ook aan moet wennen. Tessa is gedaan. Ja, die is zo. Ja, en dan denk ik wel eens, poeh, hebben we wel goed genoeg gesocialiseerd en zo. En... Nou, dat was wel goed, denk ik. Want aan het einde van de middag ging het wel veel beter, ja. Maar goed. Haha. Het is voorbij. Ik ben zo moe. Stilte na de storm. Ik ben zo moe en ik moet nog een blogpost schrijven. Ja, waar ga je het over doen? Weet je al wat? Heb je al wat bedacht? Echt, nou serieus. Ik heb altijd een blogplanning. Of altijd. Sinds kort heb ik heel netjes een blogplanning. Sinds kort heeft ze altijd een blogplanning. En weet ik waar ik over schrijf? Ja. Behalve vandaag. Het is zo lang geleden dat ik nog niet weet waar ik morgen over ga schrijven. Dat komt omdat de afgelopen dagen ook. Ik merk het heel goed. Was je zo bezig met vandaag. Ja. Oh, wie komt er? Weet je wel, wat haal je in huis? Dat je echt dacht, wat gebeurt er vandaag? Weet je wel wat je gaat doen überhaupt morgen? Heb je wel een dagplanning morgen? Ja, ik ga morgen met mijn schoonzus winkelen. Daar heb ik heel veel zin in. Siva die gaat Nike's. Nieuwe Nike's kopen. Mijn schoonzus heeft een hele leuke winkel. Maar ik ga het morgen allemaal vloggen. Dus ze zijn hier morgen allemaal bij. Oh, daar gaan mijn ouders. Dag mama, dag papa. Dag mama, dag papa. Mijn ouders zijn net weg. En vanavond was ook nog zijn zus. Mijn schoonzus was er ook. En dat was ook heel gezellig. En mijn broer en... zijn vriendin waren hier, was ook heel erg leuk. En eerder op de dag was al een ander deel van mijn vrienden. Waar echt zijn zoveel mensen gekomen. Voor iemand die een verjaardag niet viert, zijn dit heel veel mensen op. Ik had dus een mailtje gestuurd met, luister jongens, ik vier mijn verjaardag niet. Maar als je wil komen, dan ben je welkom. Want oftewel, ik vier mijn verjaardag wel. Ja, maar ook echt, ik vroeg nog aan jouw broer. Pas nou toch op. Paardje rijden, Hans, ik laat los, Hans. Oh. Ik vroeg nog aan jouw broer, hoe heb je dat mailtje opgevat? Hij zei, ja, maar je viert het toch? Ik zeg, nee. Het doel van het mailtje was om te zeggen dat ik het niet vier. Dat je wel mag komen, maar dat ik het niet vier. Maar blijkbaar iedereen heeft het opgevat als ik vier mijn verjaardag. Beetje een anticlimax. Ik was blij dat ik zo'n grote taart had gebakken. Ik had echt een hele grote taart. Ja, is er nog over? Heel veel. Ik zal eens even gaan smikkelen. Want... Nee, die taart is er voor mij. Hans, iedereen. Die zijn voor mij. Ik heb dat echt helemaal bedacht. Die zijn voor mij. Oh. Mm. Dit is echt zo lekker. De allerlekkerste taart. Die maar kunnen bedenken. Een soort boterkoektaart bijna. Ja, echt boterkoek. Wow, het was een hoop weten als je spent.